Het grootste cruiseschip van de wereld, de Oasis of the Seas, passeerde de Schiedamse Maasboulevard in de nacht van maandag op dinsdag op weg naar de cruiseterminal in Rotterdam. Nadat de passagiers waren ontscheept, passeerde het schip Schiedam opnieuw op weg naar de werf in Rozenburg voor een 2 weken durende renovatie.